Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. De Milse kunstschilder Kees Bastiaans heeft vanaf nu zijn eigen hof in Mil. Op vrijdagmiddag 22 oktober werd het naambordje Kees Bastiaanshof onthuld door zijn dochters Mientje en Karin. Dit gebeurde aan de Oranjeboomstraat in Mil, waar Mooiland gestart is met de realisatie van 39 woningen en appartementen. Zodra de bouw klaar is, zal het naambordje verhuisd worden naar de definitieve locatie. Welkom in Mil voor degenen die van ver zijn gekomen en die van dichterbij, welkom thuis. Wij zijn hier op een plek waar binnenkort een bouwproject gaat starten. En waar op een gegeven moment ook nog een stukje straat een naam mocht hebben. En familie Bastiaans had al een paar keer aan mij gevraagd van als er een keer ergens een plek is voor een straat die genoemd is naar onze pap. Onze schilder van Mil, kunstschilder van Mil, dan zouden ze dat heel fijn vinden. En daar hebben we het college over gehad en daar hebben we ook op een gegeven moment een plek voor gevonden. Hier waar binnenkort de bouw start, het bord wat we gaan onthullen, zal er niet zo heel lang staan, maar komt weer terug. En dat is omdat we ook wel zuinig op willen zijn, dat het niet beschadigd tijdens de bouw. Dus straks als het allemaal klaar is, dan komt het netjes op de definitieve plek te staan. Thijs wil graag als voorzitter van de stichting, is het geloof ik, hè? Stichting Kees Bastiaans. 100 jaar. Een woordje doen en een beetje over het leven van deze bijzondere man vertellen. Ja, oké. Thijs. Dankjewel. Mevrouw van den Bogaert, mevrouw van den Rooij. Dag. Midi Bastiaans, dames en heren. Wij zijn hier vandaag op een speciale plek om het straatnaambord dadelijk te onthullen. Namens de stichting Kees Bastiaans 100 en de stichting Erve Bastiaans wil ik graag iedereen hartelijk danken die aan de totstandkoming van deze naamgeving hebben bijgedragen. Wie was Kees Bastiaans? Ik zal een korte omschrijving geven van zijn leven. Hij is 20 november 1909 daar geboren in dat witte pand als zoon van Toon Bastiaans, of wel genaamd Toon Pen. Als jongeman krijgt hij inmiddels tekenlessen van Herman van Strijp. Hij wordt huisschilder en gaat als knecht werken in Den Bosch en volgt daar tekenlessen van Hendrik de Laan. In 1930, dan is hij nog geen 20, start hij zijn eigen schilderbedrijf. En in 1937 trouwt hij met Mien Dirks en gaat wonen in zijn eigen huis en werkplaats aan de Bernhardstraat. En dat is daar, waar nou niks staat. Daarom is deze plek zo speciaal, want hier heeft zijn hele leven zich afgespeeld. Van 1939 tot 1942 krijgt hij les aan de academie in Arnhem. Hij krijgt daar les van Gerard van Lerven en Hendrik Valk. In 1943 sluit hij zijn schildersbedrijf, dan heeft hij al een gezin en gaat hij vol voor de kunst met de grote K. Hij is overtuigd van zijn eigen kunnen. Uit die tijd stamt ook zijn zelfportret wat in het Noord-Brabants Museum hangt. In 1949, dat is een moeilijke tijd, een roeiend gezin, schildert hij op zijn laatste linnen het familieportret. En dat blijkt zijn belangrijkste werk te zijn, en dat hangt nu in het Noord-Brabants Museum, in de permanente tentoonstelling over Brabant. In 1958 verkoopt hij 17 schilderijen in één keer aan de Amerikaanse kunstverzamelaar Sam Schwartz. Zijn grote kinderen gaan bijdragen in de kosten, de kinderbijslag komt en het gaat hem financieel beter. Zijn werk wordt gewaardeerd en verkocht. De televisie vergroot zijn wereld, Mien haalt de rijbewijs en hij kan naar tentoonstellingen en naar de Peel waar hij hele mooie landschappen maakt. Het Museum van Religieuze Kunst in Uden, tegenwoordig Corona Museum, koopt enkele religieuze werken. 31 maart 1986 overlijdt hij na een kort ziekbed, 76 jaar oud. Tegen zijn vrouw zegt hij, Mien, jouw pensioen hangt in het atelier. En dat was waar. Bastiaans heeft in zijn leven, naar schatting, 3.000 tot 4.000 werken gemaakt. 2.500 daarvan zijn door Bas Bastiaans geregistreerd. De gemeente Mil, er zitten 35 werken, Kuik 5 en Sint-Antonis 7. De nieuwe gemeente, Land van Kuik, 47 werken. Dat zou een mooie basis zijn voor een permanente tentoonstelling
in de openbare ruimtes van Middelburg. Rond de activiteiten van 2009 opperde de toenmalige burgemeester Hans Verheijen het idee om een straat met Kees Bastiaans te doen. Daarna werd het stil tot wij in 2015 een bezoek aan de gemeente hebben gedaan. Dat heeft naar veel mailen en bellen geleid tot dit drukke moment. Als dank voor de medewerkers van de gemeente mag ik de wet houden. En als goedmakertje voor de veel mailtjes en telefoontjes van Bas, allebei een boek van de stichting Kees Bastiaans aanbieden. Daarna zal de wethouder met de oudste dochter, nummer 2 van 15, en de jongste dochter, de straat wat vullen. En daarna bent u uitgenodigd voor een hapje en een drankje op het Dankafeefcentrum links van de kerk. Mag ik dan alles doen? Je zult het misschien al wel hebben, maar... Ja. De gemeente valt al heel snel erin. Hartelijk dank. Ja, nou, ik geef je heel tijd. Dank je wel. Ik laat hem nog even ingepakt. Als je het goed vindt, dan gaan we eerst de officiële handeling doen. Ik wil graag de jongste en de oudste dochter uitnodigen om... Ja, sorry voor het weer. Hoe gaan we het doen? Ja, het is voor mij de eerste keer van mijn leven dat ik dit doe. Ik zal de knoop eruit halen en jullie hier in een hoek en dan... Ieder een hoek en dan loop je in één kwijt en dan laat ik hem los. En dan is het gebeurd. Ja, dat was Wel de goede kant door hebben.